Terug naar Marieke. Ja, gaan we naar Colombia, want de vrede in Colombia hangt aan een zijden draad. President Santos heeft weliswaar het staakt het vuren met de guerrillabeweging FARC verlengd, maar het vredesakkoord dat hij met de FARC sloot is door de bevolking weggestemd. Vanavond sprak ik met de Nederlandse FARC-onderhandelaar Tanja Nijmeijer op Cuba. Eerst het akkoord dat schipbreuk leed. Zo'n 30.000 Colombianen gingen gisteren de straat op. Ze willen maar één ding: vrede. In september tekenen na een strijd van 52 jaar de regering en guerrillabeweging de FARC een vredesakkoord. Een historisch moment voor Colombia. De leden van guerrillabeweging de FARC zijn opgelucht. Waaronder het Nederlandse lid Tanja Nijmeijer. Maar in een referendum verwerpt de meerderheid van de Colombianen het vredesakkoord. Ze vinden dat er te veel concessies zijn gedaan aan de FARC. De voorstanders van het vredesakkoord kunnen er met hun verstand niet bij. Mucho. Muy triste. Nunca me esperé esto, Colombia. Demasiado. No me lo creo. En estos momentos no me lo creo. Pero pues, nada. Voor het bereiken van het vredesakkoord krijgt de Colombiaanse president Santos de Nobelprijs voor de vrede. De FARC krijgt hem niet. Anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas. Inmiddels heeft Santos met de FARC afspraken gemaakt om het staakt het vuren tot eind december te verlengen. De partijen gaan nu op zoek naar een oplossing om te komen tot een aangepast vredesakkoord. No podemos perder esta oportunidad y no la vamos a perder. Vanavond sprak ik dus met Tanja Nijmeijer in Havana op Cuba. Ze zegt dat het akkoord niet wezenlijk veranderd kan worden. Er gaan geen FARC-strijders naar de gevangenis. Ik vroeg haar eerst een reactie op het verlengen van het staakt het vuren. Ja, natuurlijk. De FARC heeft al sinds heel lang ook eenzijdige bestanden afgeroepen. En sowieso, voordat het bilaterale bestand begon, zat de FARC al in een eenzijdig bestand. En nu zijn we natuurlijk ook bereid om dat bestand voor te zetten. En we zijn heel blij met het nieuws van gisteravond. Belangrijk nieuws. En we denken dat een teken is dat er goede wil is van de regeringskant uit. Nou heeft het volk natuurlijk in het referendum nee gezegd tegen het akkoord wat is gesloten tussen de FARC en de regering. Was u verrast door dat nee? Nou, ik denk dat, we hadden het natuurlijk wel een beetje in ons achterhoofd, hè? Zo van, nou ja, het kan gebeuren. Maar het was echt een soort van worst case, almost impossible scenario. En ik denk dat we er best wel verrast waren. Ik denk zelfs dat degene die het nee-kamp of de nee-campagne geleid hebben, ook tamelijk verrast zelf erdoor waren. Dus ja, ik zou kunnen zeggen van wel, we waren wel tamelijk verrast over, ja. En wat betekent dat voor u persoonlijk en voor de organisatie FARC? Nou, wat betekent dat voor ons is dat het, wij snappen op zich wel wat daar gebeurd is of waarom de bevolking tegen heeft gestemd. We denken dat het een heel heterogene groep is die tegen het akkoord heeft gestemd. Daar zitten van allerlei meningen en allerlei redenen tussen ook. Er zijn mensen die de FARC verslagen wilden zien. Er zijn ook mensen die het gewoon niet eens zijn met de Santos-politiek. Er zijn mensen die tegen homorechten zijn, die zijn ook in het akkoord opgenomen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze tegenstemden omdat we niet God in het akkoord op hadden genomen. Dus ja, dat is een hele heterogene groep. Ik denk dat het heel belangrijk is te zien dat 63 of meer dan 60% van de bevolking gewoon niet heeft gestemd. Dat is eigenlijk nog veel zorgwekkender, vinden wij. En dat betekent misschien ook wel dat we een lek, hoe zeg je dat, een,
dat er niet een wijde verspreiding van de vredesakkoorden is geweest. Het is niet goed uitgelegd. Het is duidelijk dat het Nee-kamp gemanipuleerd heeft. En die manipulatie die kan natuurlijk plaatsvinden omdat er gewoon geen goede uitleg is geweest over de akkoorden. Een belangrijke reden voor die nee-stem, u zegt het was heel heterogeen die redenen, de groepen mensen die tegen hebben gestemd, maar een van de belangrijke redenen was dat men vond dat de varkstrijders er te makkelijk van afkwamen. De amnestie had men moeite mee. De vraag is dan ook, is er ruimte bij de FARC om te heronderhandelen en ook wat betreft gevangenisschap? Nou kijk, ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe zo'n akkoord nou tot stand komt. En dat het niet zomaar een beslissing is die je van de een op de andere dag neemt. Hè? Misschien is dat wel even goed om dat uit te leggen. Het akkoord over justitie, daar is anderhalf jaar over gepraat. Anderhalf jaar hebben we daarover gediscussieerd. En natuurlijk, toen die discussie begon, was het uitgangspunt van de regering precies dat wat u nu aangeeft. Hè? Toen hebben wij dus op tafel gelegd van, kijk, de FARC is niet de groep geweest in Colombia die van straffeloosheid heeft genoten. De staatsmisdaden die zijn begaan, die hebben een 98% straffeloosheid genoten. Daarentegen zitten de Colombiaanse gevangenissen vol met guerrilla-strijders. Guerrilla-strijders worden enorm vervolgd, ook de families van de guerrilla-strijders. Dat is altijd zo geweest. Dus ja, wij zijn het niet die straffeloosheid hebben genoten. Maar mevrouw Nijmeijer, u kunt toch niet ontkennen dat ook aan de zijde van de FARC er mensen ontvoerd en vermoord zijn? Er zijn ook aan de zijde van de kant heel veel dingen, van de FARC heel veel dingen gebeurd. Wij zijn heel erg hard bezig geweest met de communidad, met de gemeenschappen opzoeken die onder ons geleden hebben. We hebben pas geleden ook een ontmoeting gehad met mensen die familieleden door ons benadeeld zijn. We zijn ook naar Bogaya geweest, een gemeenschap die ook een zware guerrilla-attack heeft geleden. Daar hebben we ook vergiffenis gevraagd en dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar ja, een oorlog zijn beide kanten, ja? Een oorlog zit er twee kanten aan en wij vinden gewoon dat je het niet alleen maar van één kant kunt bekijken. Hè? Je moet het van beide kanten zien. Een oorlog, daar zijn twee partijen voor nodig, in dit geval drie partijen eigenlijk. Paramilitaire staat en guerrilla. En heel vaak wordt dan in de media weergegeven alsof het alleen maar een guerrilla is. Hè? Als er een nieuw akkoord komt, als er een akkoord komt tussen de FARC en de Colombiaanse regering, dan wordt u wellicht niet vervolgd in Colombia, waar we het net over hadden, maar u staat nog wel op die internationale opsporingslijst. Wat betekent dat voor u? Nou ja, ik denk in de eerste plaats denk ik niet dat er een nieuw akkoord komt. Ik denk dat wij hebben zoiets van, als het akkoord verrijkt kan worden met meningen van het nee-kamp, dan kan dat gebeuren, maar er komt geen nieuw akkoord hoor. Wij zijn blij met het akkoord zoals het is. Ik denk de regering ook en ik denk dat de manifestaties in Colombia de afgelopen dagen ook heel veel zeggen. Er zijn echt 10.000 mensen de straat op gegaan om voor het akkoord hun mening voor het akkoord te laten zien. Wat betreft die andere vraag, ik denk eerlijk gezegd dat je daar de Amerikaanse justitie over zou moeten vragen of de Colombiaanse regering. Ik denk, ik weet het niet. Ik vraag het u omdat ik natuurlijk benieuwd ben naar uw toekomstideeën, over hoe u uw toekomst ziet, mocht die vrede er komen in Colombia. Wilt u dan naar Nederland? Hoe ziet u uw toekomst? Mensen vragen heel vaak of ik nu naar Nederland wil. En eigenlijk ergens vind ik dat wel grappig, omdat ik ben niet naar Colombia gegaan om oorlog te voeren. Mensen hebben vaak zoiets van, de oorlog is nu over en ga je nu weer terug naar Nederland? Nou, nee. Ik ben naar Colombia gegaan om het land een stukje rechtvaardiger te maken. Omdat ik daar mijn solidariteit wilde laten zien. En dat gaat nu gewoon door. Ik bedoel, er is daar nog heel veel op te bouwen. Er is nog heel veel te doen wat dat betreft. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. En ik wil echt wel in Colombia blijven. Wat Nederland betreft, ik zou best eens terug willen. Ik zou ook best graag mijn familie willen zien, natuurlijk. Ik ben ook echt wel gek met Nederland, met taal, met het landschap. Maar als het niet kan, het is niet mijn hoofddoel op dit moment. Het is zeker niet mijn prioriteit.
En u zegt er is nog heel veel te doen in Colombia. Als die vrede er komt, hoe ziet de toekomst er dan in Colombia uit? Nou ja, dat hangt een beetje van af. We hebben pas geleden een guerrilla-conferentie gehad in Colombia. Daar ben ik ook bij geweest. Waar een heleboel afgevaardigden van alle verschillende territories in Colombia naartoe zijn gegaan. En het hangt een beetje van af wat er daar wat er zeg maar besloten wordt door de algemene leden van de guerrilla. Wat ze graag zouden willen dat jij nou gaat doen. Als ze bijvoorbeeld zeggen van nou, wij hebben hier een taak voor je in het Cauca bijvoorbeeld om Engelse les te geven. Ik zeg maar wat hoor. Of bruggen te bouwen, ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Ik wil graag meehelpen. Ik wil ook graag meehelpen in de verzoening, in het verzoeningsproces zeg maar in Colombia. Ik denk dat er heel veel dingen te doen zijn, heel veel belangrijke dingen. En ik denk dat wij guerrilla-strijders daar een goede rol in kunnen zijn. En mocht het nou toch niet doorgaan, dit vredesakkoord, hoe ziet u de toekomst er dan uit? Wij zijn zeg maar een beweging die, als de deur moet gesloten worden, dan gaan we naar de jungle. Dus als het nu weer zou moeten, dan zouden we ook naar de jungle gaan. Maar het is niet wat wij willen. Ja, als u het heeft over dan gaan we naar de jungle, dan heeft u het over dan gaan we weer vechten. Ja, ik bedoel, dat zou wel moeten. Als we daartoe gedwongen worden, dan zouden we inderdaad terug gaan. Het is niet zo dat we hier zitten omdat we niet meer verder konden of dat we nou verslagen waren. Iedereen weet dat niet zo is. En ja, als we daartoe gedwongen worden, dan zou dat inderdaad weer verder gaan. Maar dat wil niemand. Tanja Nijmeijer, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Zometeen.